Dode uit het Oosten. Een hoorspelserie in 24 delen naar de gelijknamige roman van Jan Willem van der Wetering in de bewerking van Anna Bosman. Regie Meijner ter Goede. Deel 21. Waar kijk je naar? Er ligt een dode kat op de weg. Waar? Ach, nee, wat zie ik. Het lijkt me dat hij slaapt. Huh? Wat is er? Het oog van die kat. Wat is daarmee? Dat hing eruit. Zie je eruit? He? Ach nee, niet je kleren. Je gezicht. Oh. Wat was er? Nou, we hebben het Japanse restaurant gesloten en uitgekampt. En heeft ze dat opgeleverd? Anderhalve kilo heroïne. In een lade met damesondergoed. We moeten door het water naar de kant varen. Hups. Hele vriendes. Wacht je me? Wil je er? Ja. Vooruit dan maar. Nou, en heb ik ook nog een thermoskan met koffie. En broodjes met garnalen. En nog een heleboel andere lekkere dingen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Hou je goed vast, dan draag ik je. Hoe ben ik niet te zwaar? Nee. Hou die mand goed vast. O, daar liggen hier wel steen op de bodem. Arme Rinus, doe je pijn? Nee. Ik heb honger. Zo, nou moet je zelf lopen. Jammer. Het was wat leuk om door jou gedragen te worden. Wil je eerst eten of eerst naar dat boeddha-beeld lopen? Wat wil jij? Nou, lopen maar. Ik ben helemaal stijf geworden van die bootreis. Goed, dan lopen we naar dat boeddha-beeld. Zeg, wie er het laatst is, moet straks het tafelkleed uitleggen. Ja. 1, 2. Ja. Oh! Wat is er? Wat geleen. Moet je kijken. Dat is die dode kat die we langs de weg zagen liggen. Ik zei je toch dat er slecht voorteken was. Er is nog niks gebeurd. Ze hebben alleen die kat neergelegd in de armen van de Boeddha. Kom maar, dan gaan we hier weg. Het spijt me. Het spijt me echt heel erg. Is al goed. Gaan we nou eten? Ja. Ik heb koffie en broodjes en ook nog koude rijst en vis. Nou, je mag zelf kiezen. We hebben koffie en een broodje. Ja. Gaat het weer? Ja. Waarom wilde je helpen met het begraven? Om het goed te maken. Voor wie? Ik neem het je niet kwalijk. Jij hebt die kat dan niet neergelegd. Niet voor jou. Voor die kat. Die is gek. Nee. Gaan we nou eten? Ja. Hier, deze is voor jou. Wat is dat? Oh, goudse kaas. Het komt uit je eigen land, hè? Ja. Ik zag het in de supermarkt liggen. Je bent lief. Adjudant Grebstra, kom erin. En u? Oh, ik heb al van alles over je wapenfeiten van vannacht gehoord. Oh. Gefeliciteerd met de vangst. Ja, dank u, meneer. Iedereen praat er vanmorgen over. Jammer van de rotzooi eromheen. Hoe is het met de gewonden? Goed, meneer. Het gaat even alle ernstig. En die meneer Takahashi wordt op dit moment van Maastricht, neem ik niet kwalijk, hierheen gebracht. Nou, dat is goed. Wil jij een kop koffie? Nou, graag, meneer. U hoort me net op. Ja. Yeah. Zo. Ik heb van je vrouw begrepen... Dank u. Dat je hebt uitgeslapen vanmorgen. En een sigaartje? Nou, dank u wel, meneer. Heeft u dan gebeld? Doortastende dame, adjudant. En ze had gelijk. Ja, we moeten zuinig op je zijn. Nou ja, dan. Ja, fijn, dank u wel, meneer. Gerbstra. Hm? Ik moet je mijn excuses aanbieden. Waarom, meneer? Ja, ik ben, laten we zeggen, de afgelopen tijd niet zo aardig voor je geweest. Nou, dat valt wel mee, meneer. Nee, Grijpstra, ik heb een fout gemaakt. En jij hebt daaronder geleden. Oh, u bedoelt dat van die nieuwe verhoormethode? Nou, dat was best een goed idee. Nee, ik bedoel eigenlijk dat ik je gang niet heb laten gaan. Ik had me niet met de zaak moeten bemoeien. Ja, u was toch belangstellend, meneer? Dat heb ik best op prijs gesteld. Dat heeft me toch aan het denken gezet. Ja, wat ik wil zeggen, en dit tussen ons, adjudant. Ja, dat is waar. Wat ik wil zeggen is dat ik geprobeerd heb invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Nee. Valt me nog niet in de reden. Ik heb geprobeerd het onderzoek naar mijn hand te zetten. En dat was verkeerd. Ja, mag ik u nog vragen waarom, meneer? Ijdelheid, adjudant. Nou. En ambitie. Kijk, de commissaris gaat binnenkort met pensioen. Ach, en u wilt die baan hebben? Nou, laten we zeggen dat ik er graag voor in aanmerking wil komen. Ja, ben ik het zo. Ik ben te hard van stapel gelopen.
heb even gedacht dat ik mijn kansen kon vergroten door middel van deze zaak. Nou, hoe dan, meneer? Nou, als jij mijn methodes had gebruikt en het resultaat was goed geweest, dan had ik dat in de toekomst zeker in mijn voordeel kunnen laten werken. Nou, ja, ik begrijp het. Ik begrijp het, meneer. En ja, ik hoop dat je mij dat allemaal niet kwalijk neemt. Wel, nee, meneer. Ja, en uiteindelijk heb ik veel van je geleerd, als je dan... Huh? De oude vertrouwde methode van het uitvragen, ja, die werkt nog steeds. Ja, gek. Zeg, ik kwam u toch juist vertellen dat ik voor de verandering een van uw methodes wil proberen. Wat dan? Ik laat een film maken. Je bent heel handig met je stokjes. Ik eet thuis vaak bij de Chinees. Vind je dit lekker? Ja, erg lekker. Het is je niet aan te zien. Hé, kijk uit. Heb je water? Mijn stokje zit helemaal onder het zand. Ik heb nog een reservestel. Neem dat maar. Ja. Waarom plakken ze die dingen aan elkaar? Verdomme, die fabrikanten zijn klootzakken. Waarom stoppen ze die dingen niet gewoon los in een zakje? Neem de mijne maar. Het is toch achterlijk dat je je eetstokje uit elkaar moet frikken. Net als die klote overhemden waar je eerst 283 spelden uit moet wurmen voor je ze aan kan trekken. En rustig nou maar. Alle goedkope eetstokjes worden zo geleverd. Ze worden machinaal gemaakt. Dan moeten ze die machines anders afstellen. Ik had ze voor je los moeten maken. Ik begin er genoeg van te krijgen. Laat die daimyo nou maar eens tevoorschijn komen. Waar zit dat ventje? In een boom? Zie jij een daimyo in een van de bomen? Nee, ik geloof niet dat hij in een boom zit. Je bent echt gek. Huh? Gek en verwend. Wat nou, verwend? Je gedraagt je als een verwend kind. Een groot kind. Ik hoop dat er niks met je gebeurt. Ze hadden mij niet uit moeten kiezen om je hierheen te brengen. Er zijn toch nog meer meisjes in de Gouden Draak. Maar jij bent de aantrekkelijkste. Tenminste van degene die ik gezien heb. Ik ben te sentimenteel, Riens. En je maakt me aan het lachen. Ik wil helemaal niet leuk zijn. Dat weet ik. Maar je bent echt gek. Zie je een daimyo in een boom? De daimyo is veel te oud. Hij kan helemaal niet in bomen klimmen. Bovendien heeft hij last van zijn hart. Denk je dat we hier alleen zijn? Ja. Ja, we zijn hier alleen. Hoezo? Ik wil met je vrijen. Ben je nou gewoon bot? Of is dit Hollandse romantiek? Wil je? Of wil je niet? Ik wil. Maar niet hier. Maar er is niemand. Laten we iets verder het strand oplopen. Ben je bang dat iemand ons vanaf het meer zal zien? Nee, niet echt. Maar een beetje. Ik wil alleen met je zijn. Daar, onder die rots is een grot. Zullen we daarheen gaan? Ja. Wil je dat ik me helemaal uitklee? Ja. Moet ik me ook uitkleden? Nee. Waarom niet? Ik wil het niet. Vind je het opwindender als ik mijn kleren aanhoud? Ja. Maar je moet wel je jek uittrekken. Anders gaan straks die drukknopen pijn doen. Goed. Ah, jij was ook gewapend. Ja. Yeah. Zo. Gevaarlijk, hoor. Nee, de veiligheidspal is ingedrukt. Is de grond niet te hard voor je? Nee, het gaat wel. Geef me trui eens aan. Zo, dat is beter. Anders wordt mijn haar zo vies. Je bent wel zwaar, zeg. Je hebt mooie borsten. Vind je dat echt? Het heeft me anders een kapitaal gekost om ze zo te krijgen. Plastische chirurgie is duur, weet je. Hé, knap je nou op me af? Nee, het zijn echt hele mooie borsten. Grote, sterke man. Misschien kijkt de duim hier wel toe vanaf een afstand. Nou, laat hem maar. Misschien loert hij wel naar ons, van achter een struik of zo. Nou, had hij een handgranaat klaar om naar ons te kunnen gooien als we een orgasme krijgen. Gekke man. Je handen zijn lief en zacht, maar je mond is een beetje grof. Denk je echt aan dat soort dingen? Ja. Kun jij het je voorstellen wat het resultaat zal zijn als die handgranaat ontploft? Wint die gedachte je op. Extatisch. Ik begrijp je niet. Wil je me dan begrijpen? Nee. Ik wil alleen maar van je genieten. Geniet je? Ja. En jij? Ja.
Meneer? Meneer, zou u niet liever binnenkomen? U vat nog kou. Oh, dat zal wel meevallen, Dorin. Als ik last van mijn romantiek krijg, dan ga ik vanavond lekker uitgebreid in bad liggen. Nou, hoe vind je me in Zuidwester en oliejas? Anders, meneer. Ja, ik voel me ook anders. Net kapitein Rob. Huh? Wie, meneer? Kapitein Rob. Dat is een stripheld in Nederland. Een stoere kerel die pijp rookt, een goed karakter heeft... en de wereld altijd net op tijd behoedt voor gevaarlijke geleerden. Wees nu maar voorzichtig. De daimyo is geen stripfiguur. Hoe staat het met onze vijand? Het motorjacht dobbert nog steeds voor het eiland. En volgens mij zijn ze met z'n tweeën. Tenzij de kajuit volgepropt is met reservetroepen. Nee, dan zou de boot dieper in het water liggen. Denk je dat de daimyo erbij is? Ja, meneer. Een van de twee is een man van uw leeftijd. En ik denk dat dat hem is. De andere doet tenminste alles voor hem. En hoe staat het met de gier? Nou, die kan ik van hieruit niet zien, meneer. Nou, ik denk dat hij zich aan het vermaken is met die juffrouw Yuiko. Ja. Kom door. En ik heb hem vanmorgen met de verrekijker eens bekeken toen we de haven uitvoeren. Maar het is een heel mooi meisje. Meneer, ze is een yakuza. Nou, daarom kan ze nog wel mooi zijn, Dorin. Is dat beeld nog ver? Waarschijnlijk aan het einde van dit pad. Ik ga liever naar de boot terug. Dat is nou al de 10e keer dat je dat zegt. Jij wilde vrij en nou is het mijn beurt om te kiezen wat we doen. En ik wil naar dat beeld. Ja. En hou nou toch op met mokken. Vooruit dan maar. Kijk, daar heb je het al. Het moeten die kleine pagoden staan. Waar dan? Binnenin, daar. Ik zie niks. Dat is nou de allerzuiverste verschijning van Boeddha. Leegte. Je begrijpt er weer niks van. De pagode is niet leeg. Kijk, daar staan kommetjes. Iemand heeft een offer gebracht, zie je wel? Rijst en thee. De goden krijgen altijd rijst en thee. Boeddha is eigenlijk geen god. Nee, maar ze offeren wel voor hem. Het lijkt me verse thee. Iemand is nog niet zo lang geleden hier geweest. De rijst is ook nog schoon. De daimyo. Ja, dat zit er dik in. Gek, er staan twee Boeddha's op dit eiland. Bij de ene legt hij een dode kat neer en bij de tweede offert hij. Laten we teruggaan. Goed. Vertel eens wat meer over die daimyo. Jij kent hem. Ik ben hem op allerlei manieren tegengekomen, maar altijd in beelden. En nou weer die schaaltjes. Kijk, daar heb je dat motorjacht weer. Het wacht op ons. Op mij, denk ik. Ja, ik weet niet veel over de daimyo. Hij heeft in de oorlog gevochten. Hij was jachtpiloot. En op het einde is hij lid geweest van een kamikaze-eskader. Kamikaze? Nou had hij al lang dood moeten zijn. De daimyo is niet dood. Nee. De oorlog was afgelopen op de dag dat hij omhoog zou gaan. Ja, ik weet niet wat hij gedaan zou hebben als het allemaal langer had geduurd. Hij zegt zelf altijd dat het onzin was om voor de keizer te sterven. En dat hij zijn eigen dood zelf wel zal bepalen. Op de juiste tijd en de juiste plaats. Help me eens even met het opruimen van de spullen, wil je? Wat moet ik doen? Raak de sigarettenpeukjes maar bij elkaar. Hé, hey, deze is van een filtersigaret. Niet van ons. Nee, misschien van de daimyo. Laat het zien. Dat is zijn merk. Daar heb je dat motorjacht weer. Kom, Yuiko. We gaan weer zeilen. Kijken of de daimyo met mij wil praten. Misschien kunnen we hem verrassen. Zal ik je weer dragen? Graag. Je kunt de daimyo niet verrassen. Hij heeft vast al bedacht wat je gaat doen. En als ik nou van plan verander? Dan heeft hij dat ook al bedacht. Kijk, zie meneer, het nadeel van ondervragen is dat je afhankelijk bent van je tegenstander. Ja. Je moet die ene vraag zien te vinden die de ander uit zijn evenwicht brengt. En dat kost tijd. Ja. Maar je moet ook een verdachte hebben die zijn zwakke plek laat vinden. En ik denk dat dat moeilijk is bij die twee Japanners die we nu vast hebben. Ja, het duurde al zo lang met je verantwoord voor ze toegaf dat de heren haar minnaars waren geweest. Weet je zeker dat het een van die twee... Oh ja, absoluut. Die meneer Takahashi was niet alleen de minnaar van je verantwoord, maar ook de baas van meneer Nagai. Als meneer Nagai door de Yakuza is vermoord, dan moet meneer Takahashi daartoe opdracht gegeven hebben. En gezien zijn vlucht gisteravond, moet hij daar zeer wel toe in staat worden geacht. Precies, meneer. En die meneer Fujitani was helemaal hot op de boot over je Andrews. Als hij het gedaan heeft, is het motief wraak. Ja, Grijpstra, Hoe zit het nou met die film? Nou ja, kijk, ik wil de verdachte met het lijk confronteren zonder ze mee te nemen naar het koelhuis. Want dan zouden ze zich op weg daarheen voor kunnen bereiden wat ze te zien zouden krijgen. En een film is totaal onverwacht. Niet maar. Je zet gewoon opeens een projector aan. Prima idee. Nou, dat filmpje is een idee van cadeau zo, meneer.
Ik had de verdachte alleen mijn foto's van Mindergaar willen laten zien. En nu? Nu worden het opnames van juffrouw Andrews, waar die foto's tussendoor gemonteerd zijn. Aha. Cardozo kent iemand van de filmacademie en die maakt het voor ons. En daar zijn ze nou mee bezig? Ja, precies. We zijn nu naar de Veluwe. Cardozo doet of hij wat wil weten en gaat met juffrouw Andrews wandelen. Er is een bos achter het huis. En die filmer verstopt zich achter een boom. Ja, meneer. Dan kan hij haar filmen zonder dat ze het weet. En de foto's? Die heeft de Rijkspolitie al gemaakt, dus het lijk opgeroepen. Akelige plaatjes. Op een ervan hangt het hoofd achterover en kijkt omgekeerd in de camera. Alleen het lijk had geen ogen meer. Nou, dat zou mijn verweer in elk geval breken, adjudant. Tja. Ja, meneer, ik vind het naar om te doen. Ik heb steeds het gevoel dat ik mee op de grens zit. Het is niet zo heel ver weg van hete koffie in het gezicht van een verdachte gooien. Ach, kom, adjudant, dat is iets heel anders. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Het ligt in het verlengde van het filmpje. Ik zou die weg niet graag opgaan. Nou, maar dat hoeft toch ook niet? Je laat het aan ze zien en daarna ga je gewoon weer zoals altijd vragen stellen. Ja, misschien wel. Misschien ben ik alleen maar onzeker omdat het de eerste keer is dat ik zoiets doe. Nou, dat zal het zijn. Het is wat je net zei. Als je altijd vanuit de verdediging hebt gewerkt, is het moeilijk om opeens aan te vallen. Mm-hmm. Kijk eens, ze proberen het anker op te halen. Mooi. Nu mag ik eens een keer bepalen wat er gebeurt. Ze komen nooit meer op tijd weg. Yuiko. Ja? Ik ga straks overspringen. Ik zal vlak langs de zijkant van het jacht sturen en dan kun jij het roer van me overnemen. Hou het dan nog maar even vast en daarna kun je het loslaten. Met een los roer draait de boot tegen de wind en blijft stil liggen. Maar wat moet ik doen als de boot opslaat? Ik kan niet goed zwemmen. De boot slaat niet om en je hebt je zwemvest aan. Met dat jacht zijn we in ieder geval van nood zo bij je. Ze zullen je neerschieten als je springt. Ik heb mijn bolter. Kijk, dan heb je die vissersboot weer, die ook in de haven lag. Dat moet mijn chef zijn. Is die dan ook op het water? Ja. Maak je klaar voor een historische ontmoeting. Je bent echt hartstikke gek. Moet je nog steeds om me lachen? Daar ben ik nou veel te bang voor. Rieders, we varen recht op ze af en die boot is van hout. Pas op. Straks zinken we allebei. Ik ga langs zij. Die van de twee, de Daimio. De kleedste. Mooi. Neem het roer maar over. Nog even vasthouden en dan loslaten als je het jacht voorbij. Rieders, voorzichtig. Nu. Goedemiddag. U bent de Daimio, neem ik aan. Mijn naam is de Gier. Rinus de Gier. U heeft geluisterd naar het 21ste deel van Een Dode uit het Oosten. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering in de bewerking van Anna Boskamp. U hoorde Piet Reumer als Grijpstra, Hans Hoekman als de Gier, Robert Sobels als de Commissaris, Jan Anne Drent als Doorin, Elsje Scherjon als Yuiko en Jan Wechter als inspecteur. Techniek Willem Scheigrond en Bram Hengeveld, regie Mijne Tegoede.